Hallo, ik ben Freya Perdaens. Ik ben 30 jaar, afkomstig uit Mechelen en ben net verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb deelgenomen aan de verkiezingen, vooral omdat ik veranderingen wil teweegbrengen. En ik zie ook een groei en een evoluties, in onze samenleving, waarbij dat de politiek niet altijd even snel bijbeent. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je jonge en geëngageerde mensen toevoegt aan die politiek om dat een beetje in een stroomversnelling te brengen. Dus het feit dat ik heel wat jonge en nieuwe gezichten zag bij de collega's, stemt mij hoopvol dat we die veranderingen effectief gaan kunnen doorvoeren. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Stresserend. We hadden met iedereen, met gans de groep die onze vijf Mechelse kandidaten ondersteund had bij de campagne, hadden we samen afgesproken om op ons nagels te zitten bijten vooral. Maar ook natuurlijk, het was een uitgelezen kans voor mij om die mensen te bedanken. Zonder hen had ik dit resultaat niet neergezet. Zonder hen kreeg ik de kans niet om hier in het parlement te komen werken. Dus ja, het was heel belangrijk dat ik de mensen daar toch heel eventjes echt hartelijk en gewoon gepast voor kon bedanken. Dus ik was heel blij dat ik daar de kans toe kreeg die avond. Bent u tevreden met het resultaat? Persoonlijk ben ik heel erg tevreden zelfs. Ik denk dat het een flink resultaat is dat ik neergezet heb. Nogmaals, eigenlijk alleen maar te danken aan mijn kiezers en de mensen die zich zo gesmeten hebben voor mijn campagne en van de rest van ons team. Maar als ik mij nu zou vragen, had ik niet liever dat we iets beter gescoord hadden voor N-VA dan uiteraard. Ik denk dat dat logisch is. Ik had ons graag nog een veel hoger resultaat zien behalen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, als parlementair medewerker heb ik al een beetje een idee van wat de functie inhoudt. Ik heb dat van heel dichtbij mogen meemaken hier op het Vlaams parlement. Dus ik heb wel een inschatting. Tegelijkertijd verwacht ik dat ik, mits hard te werken natuurlijk, voor niks gaat de zon op, dat ik hier wat stenen kan verleggen en een bijdrage kan leveren voor Vlaanderen. De commissies zijn nog niet verdeeld, maar ik ben de afgelopen paar jaar ook gemeenteraadslid geweest in Mechelen, wat ik ook verder zal doorzetten. En daar ben ik bezig met gendergelijkheid, gelijke kansen, met LGBT-werking, leefmilieu en veiligheid. Ik zou dat heel graag op Vlaams niveau oppikken, enerzijds om die koppeling te leggen en de zaken die we daar gedaan hebben hier mee te helpen uitrollen, anderzijds om zaken die we lokaal, die bovenlokaal geregeld worden, om die dan van hieruit voor heel Vlaanderen te kunnen uitrollen. Dus dat zou fantastisch zijn. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee. Mijn vorige job is beëindigd door het opnemen van dit mandaat. Dus ik kan voltijds hier aan de slag, waar ik heel erg blij mee ben. Nu, de taak als gemeenteraadslid is geen voltijdse functie. Dat is iets dat iedereen na zijn uren doet. En dat ga ik gelukkig wel ook kunnen blijven doen. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je de combinatie kan maken. Er zijn zaken, lokaal en bovenlokale bevoegdheden en overheden zijn heel erg met elkaar verbonden en verweven. En ik denk dat het dus nuttig is enerzijds om zaken die op Vlaams niveau bewegen, om die in Mechelen mee te kunnen helpen uitrollen. En anderzijds om hier voor de regio te pleiten in het Vlaams parlement. Dus ik zie daar echt een gouden kans in. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Nogal wat. Ik denk dat mijn mama dat eigenlijk het beste omschreef. Die heeft de dag na de verkiezingen een interview gegeven. En ze zei van Freya was het afgelopen jaar van iedereen behalve van haar vrienden en haar familie. En ik denk dat dat de campagne alleszins heel erg samenvat. Ik ben iemand die zich altijd vol 100% stort en vol overgave. Dus ik denk niet dat dat gaat veranderen. Dat was voor de campagne zo, dat zal nu voor deze job ook zijn. Ik hoop dat ik iets meer tijd krijg dan tijdens de campagne om vrienden en familie te zien. Maar zij weten, ik ben nooit de persoon geweest die daar wekelijks mee op café gaat of er altijd is. Maar ik ben wel degene die, wanneer ze er nood aan hebben, die dat ze kunnen bellen, die dat echt in een knip er staat en met hen afspreekt. En ik hoop dat zeker niet verandert, want ik ben graag die persoon voor mijn vrienden en familie. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Aha, dat zijn gevaarlijke vragen.
Ik denk, ik hou heel erg veel van met mensen in gesprek gaan, met, om ook nieuwe informatie te krijgen, om inzichten te verwerven, om ja, connecties te leggen. En ik zou het echt zo doodzonde vinden, mocht ik veranderen in een parlementslid dat vanuit een ivoren toren in Brussel beslissingen neemt die niks meer te maken hebben met de mensen op straat. Dus daar mogen ze mij zeker op afrekenen. En tegelijkertijd, als ik de manier waarop ik nu naar politiek kijk, want voor mij is dat is mijn passie. Ik doe dat super graag. Ik vind het een middel om een doel te bereiken, om die verandering te bereiken. Mocht ik anders naar politiek kijken, mocht ik anders ja, in het leven staan zelfs, dan mogen mensen mij daar ook zeker en vast op afrekenen.